Yo, kijkers, morgen is het. Ik ben Mark. En ik ben er vandaag weer samen met Sjoerd op de Minecraft Survival. Ewa. En vandaag ben ik van plan om in ieder geval nog 2 extra tentjes erbij te gaan bouwen bij de andere tenten. Ik heb nu meer dan een stack aan wol en mocht ik nog eventueel wat meer nodig hebben, dan ga ik daar gewoon even naartoe. Ik ga ze gewoon ook in de stijl van dit tentje ongeveer hetzelfde maken in ieder geval. Dat is het plan. Sjoerd gaat in de tussentijd gaat hij ongeveer dit soort lantaarns overal rond het centrum plaatsen. En misschien dat hij nog een beetje aankleding gaat doen met bomen of iets dergelijks. Maar dan moet ik wel eens even gaan kijken hoe en wat. Dus ondertussen ga ik eerst even dit even een klein stukje lager maken. Wel even wat makkelijker te doen is. Oeh. Wat zijn die villetjes dan? Hey, maar ik vind dit een mooi design. Ja. Ik vind dit wel nice. Jij? Ik ook. Het heeft wel mooi man. Ik ga er zo'n stel maken. Deze ga ik ook aanpassen naar die, want die is echt wel iets mooier. Klopt. Dan gaan we dat even zo doen. Oh nee, meen je, dit is mijn ex nu alweer stuk. Jongen, jongen, jongen. Oh. Oh. Even kijken, ja, ik heb nog wel voldoende stuff om weer te fixen. Nee, die fucking beat ziet, fuck off. Misschien dat ik er wel gewoon 2 naast elkaar ga doen. Eventueel. Ja, is wel mooi. En wat meer ruimte over. Oké, was niet zo, maar zo wel. Weg. Zodat we er wel in kunnen. Zodat we finish ook in kunnen. Laatste aflevering, ik dacht zo, ik ga even vlak voor het einde van de aflevering vlieg ik mezelf dood op de grond voor Mark's neus. Maar de aflevering was net afgesloten. Ja, helaas wel. De opname was gestopt en ik splash hem hier op de grond, jongen. Ja, ik denk van, jezus, wat de fuck ben je aan het doen? Oh, dat was wel mooi. Wat je mooi vindt. Hier, heb je een cadeautje. Oh, thanks. Ik niet hebben. Is alleen een beetje het verkeerde soort, maar hey. Goeie. Daarom, ik hoef het niet. Eigenlijk moet ik ook nog wat meer campfires fixen, maar dat doe ik binnenkort nog wel. Je kan er nog makkelijker campfire komen. Eventueel, even kijken. Een crafting table ook even gewoon hier op de hoek zetten. Zodat we er beide even makkelijk bij kunnen. Jongen! Oh, die was mooi. Lul. Net bijna klaar, zeker. Ja! Kukkend. Oh, mooi, man. Hey, ik heb even nog een cadeautje voor je. Waar is die? Wacht hoor, daar. Alsjeblieft. Ah. Dat is handig. Is goed bedoeld, hè? Goed bedoeld, je had het ook gewoon kunnen geven in plaats van kunnen neerzetten. Oh. Jongen, jongen, jongen. Oh, dat was een beetje gas. Oké, vol pakken. Helemaal mooi. Oh, mis. Oh. Kijk daar. Doet er dan wel weer een op.
Maar ik doe deze dan even wat anders, want die andere die heeft een. Aan de andere kant een. Wat is het? Dat het daar gewoon dicht zit, maar ik wil dat hier niet doen. Gewoon een beetje variatie met de tenten. Ja, precies. Doe je zo weer een trap doorkomen. Hier moet dan de R komen. Kerel, dit pad ziet er al 100 keer beter uit door die paallantaarn. Ja, dat ziet er wel beter uit. En nu het nog nacht is, dan kun je ook een beetje kijken van waar hebben we nog tortjes eigenlijk wel nodig en waar niet. Ja. Ja, dat weet hoe snel de dagen voorbij gaan. Nachten, dus heb niet heel lang. Kan dit, deze nacht kan ik doorgaan en dan kan ik nog een dag doorgaan en dan zou het wel klaar zijn. Precies. Oh, we missen hier een hele lijn aan stoom. Ja, dan weet je wat je te doen staat. Move stone. Maar ik heb daar niet. 1, 2, 3. Ja, de bomkant is dat een beetje te laag. Natuurlijk is het weer ongelijk, zodat ik dus niet wat extra support aan de zijkant kan doen. Maar hey, dat maakt niet uit, per se. Kijken. Oh, dit wordt mooi. Gelukkig heb ik nog wat wol over, dus dan kan ik in ieder geval een paar bedden maken. Ik weet niet hoeveel ik er ongeveer wil gaan maken, maar kijk wat past. We hebben nu een limited wol. Dat sowieso. Laat ik toch gewoon 4 maken. Ik denk ook van, ik hoef ze natuurlijk niet allemaal aan te vullen met crafting tables en zo. Ja, ik kan het wel doen. Ja, misschien een paar furnaces en crafting tables. Oh, wacht, nu kan ik er helemaal in. Ik denk dat ik het gewoon zo moet laten en dan misschien nog even een paar crafting tables en wat dan ook. Een paar furnaces misschien. Gewoon in de vloer. Meer mogelijk ruimte dat het dan bespaart. Ja, dit gaat er goed uitzien. Ja. Zo, en dan nog een klein tafeltje van slabs. Lijkt het wel alsof ze iets verschil hebben. Ja, ik vind dat het eerste tentje wat ik heb gemaakt met het kampvuur en zo, dat het ja, eigenlijk het soort centrale tent is waar, ja... Poep hebt, dan heb je natuurlijk ook niet alles. Hetzelfde. Ik kon eens even controleren wat je doet. Ja, want ik heb nu dus 2 bedden. Een klein tafeltje van die slabs gemaakt. En dan 2 crafting tables en 2 furnaces in de grond. En ik denk dat dit wel gewoon voldoende is. Ja, precies. Ik Als denk... je zo gewoon nog even eentje maakt en... Nou ja, ik ben pas 10 minuten bezig, dus ik kan er in principe gewoon 3 maken. Want ik heb nog...
Ik heb nog 37 vol. Ik heb nog twee scharen in mijn, backpack zitten, dus dat komt ook helemaal goed. Ja, ik denk dat ik er gewoon nog een paar extra bij maak. Naast. Dan gaan we gewoon maar eens even mee bezig. Wat ga je daar nou weer doen, jongen? Fucking villager. En dan waar ik wel een beetje te weinig van heb, is cobblestone. Ja, dat heb ik ook. Moet je even de mine ingaan. Of ik ga die in een nieuwe mine gewoon even een klein beetje cobblestone hakken. Ja, precies. Dat kan ook. Waar zit je op te schieten? Ik heb ruzie met die Iron Golem. Hij kijkt me zo stom aan. Oh. Hallo. Ah. Nee, kijk. Ik wou jou eventjes een poppie geven. Alsjeblieft. Ah, dankjewel. Kijk, en nou heb ik 5 iron erbij. Maar kan je nog 2 scharen maken? Ja, eigenlijk wel, hè. Kijk, ik heb er nog wat extra sprint fences gemaakt. Dan moet hier nog een step opkomen. Waarom heb ik nou weer een blok van smooth stone? Weet niet, ik moet dat juist hebben. Ik heb 1 blok voor je. Daar heb ik helemaal niks aan. Waarom kijk jij mij nou aan, vriend? Nou, shoot, wel ruzie zo te horen. Nee, hij kijkt mij vies aan. Ik doe niks. Ik ben onschuldig. Erop. Ja, wat ik ook doe, want nu heb ik er één, die ene tent, die heb ik natuurlijk 4 lang gemaakt. En als ik dan nu zeg van, hey, ik maak er gewoon eentje van 7 lang, die ruimte. Precies. En ik denk van, ja, dat scheelt, of dat geeft dan ook weer een beetje variatie tussen de alle tenten. En dit past ook gewoon net, hè. De muur, die zit hier echt letterlijk zo wat... Oh, dat is er weer. Ja, die had ik niet nodig hier. Bovenop wel. Daar bovenop. Oké. Okay. Dan ga ik deze 2 weg. Hoppakee. Kortje even weghalen. Hier. Weer zo'n creatie maken. Oh, dan had ik die net weg, maar dan heb ik er eigenlijk nog nodig. Oeps. Zo, een spruce flap erop. Of. Nou, ik ga eventjes weer naar de schapen toe. Maar ik heb weer... Vriend, ik ben al bezig voor jou. Ik heb het al bijna opgehaald. Oh. Oké. Okay. Ik ben net te vroeg. Gewoon net aankomen. Ik heb bijna alles geschoren. Nou, kijk, ze eten mooi door, hè. Dat is goed. Zo, kijk, ik heb wel weer wat. Mooi. Kom ik even brengen. Hatseflas, laatste vuurwerkje wat ik bij me... Ah, dat is wel shit eigenlijk. Misschien ga ik dood, misschien niet. Nee. Hoe wil je dat ik ze geef? Moet ik ze plaatsen of moet ik ze geven? Gewoon geven. Dat is niet geven. Nee, kijk wat het is. Ah, tuurlijk, het is weer een penis. Ik kon het toch weer niet laten, hè? Jij zegt het, hè? Ja, jij... Het was heel wat anders. Het was een raket. En jij denkt weer gek, Mark. Ja. Smoesjes. Jij weet best wel wat je maakt.
Ja, Oh, nee. jongen. Nee. Daar geloof ik geen ene kut van. Oh. Lunnebadje. Ik vind Jij bent best. ook echt een gekke man, hè? Je maakt een Ja. raket en jij denkt weer aan. Ja, nee. Jij maakt er gewoon een penis en daar blijft het bij. Oh, ik zeg maar even niks meer. Ja. Misschien wel beter. Even Zo. kijken, ja. Wat? Nog een eieren golem? Kom dan. Probleem is, als ik nou. Ik heb wel steen. Auw. Maar het probleem is, dat kan ik zeker niet Nee, ommaken naar nee, nee, cobblestone. nee, nee, nee. Nee. En natuurlijk heb ik op mijn diamond pickaxe silk touch zitten, dus ik kan niet echt cobblestone krijgen op dit moment. Ah, oh ja, dat is echt niet zo fijn. Dus ik denk dat ik maar eens eventjes. Hey, en mijn pickaxe, ja, heb je levels of niet? 17. Ah, ik denk dat die voor mij niet te repareren valt. Dat is volgens mij veel te duur. Ik maak gewoon even wat stone pickaxe. Ja, doe dan op zijn minst iron. Doe dan niet zo skeer. Jongen. Moet ik wel iron hebben? 30 Bro, ik heb nog 30 blocks of iron of zo. blocks! Heb je. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb nooit tekort aan iron gehad. Waar. Ja, dat is dat wij in het begin van de serie elke keer in de mine gingen en zo. Waar de hel heb ik mijn iron gelaten? Oh nee, ik heb er nog maar 23, joh. Maar ik kan jou er wel een paar geven. Nee, ik ga eerst even kijken of ik zelf wat heb. Oh, 44 heb ik er nog. Oh. 44, zit ik net 6 blokken voor je deur te plaatsen? Nou, die neem ik weer mee. Ja, ik zei toch, dat hoeft toch niet. Ik ga eens even zelf kijken, dat zeg ik letterlijk. Maar kijk nou uit, want ik zeg je één ding, hè. Dus ik heb ergens een trapdoor verstopt. TNT. Oh. Meer hoef ik niet te zeggen. Leuk. Oh. Een slaps. Slappie Zo, dan ga ik gewoon even de mine in. Gewoon even met een iron pickaxe. Even een beetje cobblestone. Wacht, hebben we hier nu niet meer cobblestone in? Is dat toevallig? En wat dacht ik nou? Tuurlijk hebben we dat niet. hij zegt op, volgens mij. Nou ja, dan gewoon even verder haken. Niet te veel natuurlijk, want dat heb ik niet echt nodig. Het gaat alleen maar over de vloer, hè? Dus, Ja, precies. Een stekje mine en dan is het weer badje. Voor nu. Voor nu. Ja, maar ja, alles zit in het kasteel. Dat klopt. Nou, we gaan wel weer wat bij fixen. Ja, precies. In de volgende aflevering gaan we ook gewoon weer verder met kasteel en ondertussen. Ja, morgen dan ben je toch aan het werk. Dan ga ik gewoon eventjes lekker minen of zo. Ja, precies. Gewoon even gezamenlijke dingen even weer doen. Dan hebben we woensdag weer voldoende te doen. Nou, ik heb slecht nieuws. En dat is. Mijn lanterns zijn op. Oh. Heel Dat mooi. kost best wel veel iron hoor. Eén lantern is gewoon één iron ingot. Maar goed. Ik heb nogal blokjes, dus. Gaan we gewoon wat bijmaken. Volgens mij heb ik zo lang twee stacks aan cobblestone, maar dan weet ik zeker dat ik er voldoende heb. Oh, ik kan er zo 40 maken, had ze flats. Ik heb alleen geen trapdoors meer. Ja, twee stacks. Mooi. Even voldoende. Die pickaxe die doop ik even gewoon in mijn backpack. Dan loop ik weer naar boven. Ja, het wordt alweer donker. Nou, ik zei het toch? Nou, mooi. Kun je direct checken waar de torches dan wel of niet nodig zijn. Veel plekken heb ik zo weggehaald.
misschien een lichtfestijn te worden hier. Nee, niet per se. Oh, maar die lanterns geven ook veel mooier licht. Meer sfeervol. Ja, dat geloof ik graag. Koeien aanpakken. Jo, er rent ineens een kat voorbij, PC iets gebruikt, jongen. Nee, zo snel. Snelle Jelle. Njauw! Loco. Kijk, hoeveel bedden kan ik hier plaatsen? Nog eentje. En misschien dat ik dat dan nog wel 3 kwijt kan. Meer bedden, hoe beter. 1, 2, 3, 4 even maken. Hoppakee. Zo. Gewoon even één furnace maken voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid. Nee, gewoon als essentiële decoratie. Ja, wat is eigenlijk het midden hier, toch? Ja. Zo, top. Die doe ik dan ook nog gewoon, omdat het wel wat langere tent is. Beetje support. Door middel van spruce fences. Gewoon in het midden. Ik kom straks even een kijkje nemen. Goed. Op, zakkie. Oké. Hoeveel dingen heb ik nog? 22 wol. Oké, ik haal nog even extra wat wol bij. Even lekker heen en weer rennen. Dan maak ik gewoon nog even één tent bij. En dan vind ik het wel even voldoende. Dat is alles wel koor. Yup. Oh, ik had hier mijn schaar. Blijkbaar had ik hem al uit mijn backpack gehaald. Ik had even helemaal niet door. Och, moet je één keer raden. Een cobblestone tekort. Ja. Dat probleem had ik net ook al. Nee. We moeten iets van een zwembad maken, dat hoort toch in zo'n stad? Ja, op zich. Een spa. Zoiets, weet je wel. Dat past me bij de middeleeuwen, toch? Gewoon zo'n spa. Zo'n badhuis bedoel je? Echt zo'n, ja, zo'n, badhuis, zo'n Romeinse badhuis, zoiets. Ja. Van je kip. Gewoon even een ei op een kip. Dan heb ik dan weer een birchlock. Ik heb geen birch nodig. Nee, die eieren moet je gewoon in binnen onze muur gooien. Dan krijgen we hier ook een paar kippen te lopen. Moeten ze niet mega veel zijn, maar een paar is wel geen. Overal op het eiland, elke blok heeft gewoon één kip. Overal zitten ze. Hele infestatie aan kippen. Kijk, ik heb 55 vol. Oh, dat is wel voldoende. Ja, ik moet wel zeggen, dit is toch wel wat mooi, deze lantaarns. 100 keer beter, hè? Sowieso. Ja, ik vind het ook wel wat hebben met die tenten hier. Ah, ik vind dat wel leuk. Even kijken, dan maak ik... heb al lang gespiekt, maar goed. Maak ik hier gewoon nog even een extra pad.
Komt van 2. Oh, niet mijn backpack. Heb jij spruce bij of niet? Ik heb spruce, maar... Je hebt nodig. We hebben heel wat grote spruce-bomen klaar om geraakt te worden. Ja, oké. Okay. Dat even doen. Want misschien, ook al als idee, misschien gewoon even ook nog iets van... Weet ik van wat, een... Of voor die villagers, die dat het... Want in het echt lijkt me ook niet zo handig als je gewoon aan twee kanten het open hebt, dat alles hier doorwaait. Wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is ook gewoon zeggen van, hey, maak gewoon hier een heggetje met een gate of zo. Kunnen ze door gates lopen? Nee, dan moeten we echt iets zeggen van een deur of zo. Ja, alleen een deur. Nou ja, deur heb ik nog. Maar... Nog even één... tentje maken. Ik had nog gewoon... Ik had nog spruce-fans, dus echt waar kloon dat ik ben. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Zo. Even op. Bam. Heb ik nog wat... Oh, daar zijn ze. Daar dacht ik al. Dat ze toch ergens. Deze tent gewoon lekker 5 lang maken. Kill, elke aflevering begin ik met een clean inventory en dan wordt het weer een puinhoop. Ik begon niet eens met een clean inventory, laten we daar eens even wat van zeggen. Oeh. Dat heb ik ook extra gedaan, omdat we toch bezig gingen met de tenten. Maar ja, dan kan ik al alles weggooien, maar dat heeft niet veel nut. Ik wil het toch weer nodig hebben. Ik heb ook al precies genoeg van die spruce trapdoors. En van mij heb ik niet. Ik wil zeggen. Waarom gooi je hem daar weer neer? Waar? Dan staat hij dichterbij, joh. Lief, hè? Zeker. Er moeten minder torches bij de tenten staan. Want dat moet gewoon een beetje mooi zijn door de campfire. Dan moeten dit is veel beter. Moeten we wel wat meer campfires maken, denk ik. Ja. Dadelijk gaat er een tent in de fik. Volgens mij kan dat niet met campfires. Nee, maar wel met een flint en steel. Maar waarom ga je dan met een flint en steel klooien? Zorg er niet, mag lach je er ook bij? Piroma en shoot. ik heb het wel door. Oh. Jij houdt ook gewoon even van om lekker te klooien, of niet? Ja. God. Oké, even checken. Dan heb ik even mijn crafting table nodig. Die zet ik wel even hier op dat gat neer. Vertel. Even kijken. Een paar bedden. Zien hoeveel ik er eigenlijk kwijt kan. Twee maak ik er even voor nu. Vertel eens, Mark. Is het al weekend? Beetje te enthousiast, maar hé.
Even kijken, weer even een cobblestone, een furnace bedoel ik. En een extra coffee tables hierin. Eentje te hoog. Ja. Oké. Heb ik nog ergens wat? Die. We kunnen direct wel even mooi maken hier. Ben je dan bezig met die campfires? Vallig. Ja, ik ben bezig met iets, dat is een verrassing. Oh. Met een iron en één flint. Meer zeg ik niet. Oh nee. Oh. Er is nog geen zin meer in. Wat? Waar zijn al mijn vuurwerkjes? Oh, ik heb mijn vuurwerkjes er doorheen gejaagd. Ik heb gewoon niks meer. Oef. Oh. Ik vind het irritant om elke keer in weer te rennen. Thieves. Oh, hier hebben we ook nog 40 zeppelins. Die maak ik er ook wel even. Maar ik heb dan wel even om me heen. Waar ben je? In mijn basement. On fire lit. Ik weet toch, flint en stuur. Hier nog ergens een van die. Ja, hier kijk. Ik wil veel nog wat meer mocht ik kort komen. Nee, oké. Okay. Even zien, want ik heb ook nog die deuren, dus die kan ik dan in principe ook gewoon goed gebruiken. Auw. Wat ben je aan het doen? Zelf een fik steken met zo'n bonfire. Oké, okay, je hebt ze dus een beetje random neergezet hier. Wacht nou maar, Mark. Niet zoveel commentaar. Even wachten. No stress in the pants. Put your hands. Schaar. Wat zijn die villagers aan het doen? Ik heb geen idee, maar het ziet er heel raar uit. Gekke dingen. Ja. Kijk, ik moet toch wel even wat oakbomen laten groeien, door middel van boomiel. Even... Toch wat nodig, als je wil groeien, dankjewel. Oh, ik heb hem voor je stuk maken achter dit. Nou, mooi, dat is een van mijn... Dan nog een beetje leaves. Toch nog weer bijna een stekje. Oh. Ja, mooi. Oh, waar is die? Mark? Ja? Wat doe je met mijn stoel? Oh, ik ben hier een heg aan het maken. Wow, dit wordt een dorp. Ah, de kalte!
Wat een gat. Lekker lopen klooien de hele tijd. Hou je vast of niet? Mark, heb je één vuurwerk voor mij? Zeker. Of twee? Nog één? Nog één! Nee. Nog één! Oké. Dankjewel. Waarom maak je het niet vanzelf? For fuck's sake! Dat was net niet de bedoeling op die manier. Nou lig ik op de toren of zo. Oh mijn god. Ik weet niet wat jij vandaag denkt. Hi, Iron Golem, hallo. Nee, ik weet ook niet wat ik vandaag heb. Ik zit te klooien, hoor. Ja, nee, maar echt ook. Holy shit. Ik heb je nog nooit zo. Ik heb je nog nooit zo zien klooien vandaag. Holy fuck. Maar, mijn job is afgerond, hè? Kerel, als je ziet die mooie lantaarns en de campfires die ik heb neergezet, oh, dat is echt mooi. Oké, boom, dit had wel ietsjes lager gekund. God. Ik ben precies te hoog. Ik ben nog niet zo groot en dan maakt het nog zo groot. Hey, Sjoerd, doe het niet weer. Goddammit! Oepsie! Echt waar, what the fuck? Yo, ik heb hier nou drie dev markers naast elkaar. Ja, je doet het zelf! Het is niet alsof ik het doe. Dev markers. Hey. Oh, daar lag ik. Daar lig ik, trouwens. Wat zijn potatoes? Oh, waar was die creeper? Oh, vuur. Oh. Wat zo flats. Ja, maar ik denk dat dit ook wel gewoon goed is aangekleed nu. Gewoon met... Oeh. Hier zit nog een beetje plek. Wat doe? Ik plaats hier gewoon een boompje. Hopelijk past dit. Boom. Hey, dat past. Het ziet er alleen een beetje gek uit dat hij tegen de muur aan zit, maar het kan. Ja, het kan. Dit is trouwens echt een lelijke boom. Normaal zit die derde reden niet bij op. Kijk, dit is al beter. Ja, gewoon even een kleine aanpassing maken toch. Ja, zo is goed. Och, ja. Ja. Oh maar, dit is hem. Ik zie het al wel. Ja. Oh, die nog? Ja, dit is hem. Wow, boom is 1000 keer beter geworden. Mooi. Ah. Hier, ik heb wat voor je. Brood. Thanks. Alsjeblieft, hè. Ik heb alleen geen honger nu, maar... Maar goed. Weet iets dan niet. Oh, dat zijn arrows. Die hoef ik niet in mijn backpack te stallen. Zo. Nee, maar ik denk dat dit ook wel gewoon voldoende is. Ja. Kurt is dus heel erg bezig geweest met de lente, zoals je kunt zien. Ik weet niet hoe ver hij het heeft gemaakt, maar hij is wel echt... Overal. Echt. Letterlijk overal. Ik ga gewoon even een klein rondje doen. Ik mag even checken hoeveel village zit erin. 3. Mooi. Dit... Oh, hier ook gewoon wat lentes op de grond. Ook ja, mooi. Dus daar heb ik de toortjes weggehaald. Hier links staat er weer één. Zo. Hier staat er één en nog één en nog één. Ah, het ziet er mooi uit. En ik denk van, nu heb ik ook 3 extra tentjes erbij en die hebben dan... Nee, kijk voor juist. Kijk dan. Dit is gewoon een extra aankleding. Oh, ja. In ieder geval tijdelijk. Kijk, maar die moet dan weg, die... Kijk, daar hebben we een mooiere lichtbron. Ja, precies. Jongen, kijk, we kleden de stad helemaal aan. Ja, precies. Dat had ik eerder moeten doen. Sowieso. Maar ik denk ook van, met deze tentjes ook gewoon, als je hier naartoe loopt, het past ook gewoon erbij. Ik denk ook van, ja, nu met deze heg, ik denk van dat was toch gewoon zo mooi. En heb je de binnenkant ook al gezien? Bij staat. De bed er ook even anders. Direct erin slapen. Nee, maar dan, ja, hier heb ik nou eigenlijk ook nog een pad. Ik weet alleen niet waarom. Maar, hey. Omdat het cool is. Nou. Ja. Hey, mijn backpack. Dank u. Ik denk dat dat een was. Ja, dat sowieso. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.